Netwerken zijn heel, essentieel. Heel belangrijk. Inam, hoe werk je aan zo'n netwerk als je er nog niet in zit? Want het is een probleem dat zich voor heel veel talent stelt, dat niet uit de inner circle van de culturele elite komt, denk ik. Ik heb ook meegedaan aan zo'n masterclass van het Beschrijf. En ik denk dat het was het jaar van Rashida ook. Daar leer je al heel wat mensen kennen. En als je dan open staat en je gaat naar alle evenementen, de netwerkavonden, zeg ik maar, dan leer je die kennen, maar je moet er moeite voor doen. Je moet niet zeggen van, het wordt een saaie bedoeling, ik ga gewoon lekker uit of zo. Je moet gewoon gaan, mensen leren kennen. Of zoals hier bijvoorbeeld, iedereen loopt hier rond, je moet zeker komen. Dus dat komt toch weer sterk terug op wat je daar straks zei, je moet toch het heft in eigen handen nemen. Is er iets wat jij denkt dat kan gedaan worden, of moet er niks gedaan worden, voor jonge mensen die wel talent hebben, maar net niet die drive om zichzelf op het voorplan te dringen bijna? Ik vind het belangrijk dat elk mens dingen doet voor het algemeen belang. Je moet andere mensen helpen, dus. Zo logisch als van. Ik ben nog geen jaar bezig. En ik krijg constant mailtjes van mensen die nergens terecht kunnen. Allochtonen. En die kunnen bij mij terecht. En dan geef ik hen tips. Ik begeleid hen. Ik zeg wat goed is. Wat ik vind dat goed is. Ik zeg wat ik slecht vind. Ik zeg wat ze kunnen doen. Ik geef hen zelf de adresjes en telefoonnummers die ik heb. Dat ik zeg van die mensen kun je misschien voorthelpen. En zo begin ik een eigen netwerk. Dus het is, dat is iets wat je kan doen bijvoorbeeld. Het zit aan twee kanten. De vraag moet duidelijk komen, maar diegenen die de netwerken hebben, daarvan zeg jij, die moeten die ook delen. Want anders komen we nergens als die niet opengebroken worden. Anders ga je niet vooruit. Je moet samenwerken. Is dat een houding, Christine, die een beetje leeft in de netwerken, iedereen die op ons afkomt, die willen we voorthelpen en connecteren en mee opnemen? Of is het toch een gesloten wereldje? Ik vind de literaire wereld geen gesloten wereld. Ik vind, literatuur heeft wel iets heel democratisch. Ik weet niet of je het daarmee eens bent. Nee, maar dat in... Waar Rashida ook in het filmpje zegt van oké, begin maar te schrijven. Ik zeg dat ook altijd aan mensen. Van, ga gewoon zitten en doe dat. En het prettige is dat is vrij goedkoop. Wat papier en een pen en je bent vertrokken. Snap je? Dus in dat opzicht denk ik dat als je eenmaal in die netwerken zit... En als je ik ben er ook heilig van overtuigd dat als je talent hebt, dat je echt wel wordt opgepikt. Want je ziet dat hier, dat is business, hè? Die uitgeverij, die moeten uitgeven. Die moeten, dat moet draaien. Maar naar mijn gevoel ligt het meer dat je moet werken aan zelfvertrouwen. En dat je jonge mensen moet zelfvertrouwen en lef bijbrengen. Als ik bijvoorbeeld vrouwen van de generatie die van Annelies Verbeke vergelijk met vrouwen van die een jaar of 30 zijn, met vrouwen van mijn leeftijd, dan zie ik dat die voor die jonge vrouwen zijn een heleboel dingen vanzelfsprekend waar wij eigenlijk nog voor hebben moeten vechten. En die hebben een soort van rust en een zelfvertrouwen. Die wereld is van hen en die bewegen zich daarin. En ik denk dus dat je dat dus ook gaat moeten gaan bereiken met allochtone mensen, zo'n soort van rust van die wereld is van mij, die maatschappij is van mij. Wat ik het gevoel heb dat jij dat wel in een flinke dosis hebt. Dus maar bon, dat gaat zich voortzetten, dat gaat zich verder zetten. Dus dat ding waar wij nu over praten, dat men hopelijk over 10 jaar zegt, maar waar hadden we het toen over? Waar hadden we het in godsnaam over? En dat natuurlijk, als je dat wil gaan doen en als je iets te zeggen hebt, dan maak je een boek en je vindt wel iemand die dat publiceert. Maar hoe geef je dat zelfvertrouwen aan jonge mensen? Dat ligt in het onderwijs waarschijnlijk. En dat ligt ook in rolmodellen, dat je inderdaad op televisie ziet dat mensen die jouw origine hebben, jouw waarde hebben, jouw godsdienst hebben, jouw whatever hebben,
dat die daar even goed aan bod kunnen komen. Niet alleen zij, maar ook. Zie je? Maar wat vanavond nog niet gezegd is, of niet met zoveel woorden, Keltoum heeft het er even naar verwezen, denk ik, maar als we vorig jaar of het jaar daarvoor de eerste studie kregen over armoede bij gezinnen van Turkse en Marokkaanse afkomst, dan leren we dat meer dan 50% van die gezinnen onder de armoededrempel leeft. Dus het is een gecombineerd probleem op zijn minst, en misschien op de eerste plaats, een zaak van sociale inclusie, van sociale gelijkheid, van klasse, eerder dan van cultuur of van afkomst. Maar daarom denk ik ook dat je dat misschien niet Stichting Lezen dat moet gaan oplossen of ook niet beschrijven, maar dat is ik vind het een zeer groot maatschappelijk probleem. En één dat mij soms enorm choqueert, bijvoorbeeld Lucas van der Talen kwam eventjes als niet halal bot. Maar ik vind ook, aan de ene kant, de ene dag lees je in de krant, goh, die Marokkanen in Brussel, en ze moeten hun verantwoordelijkheid nemen en dit en dat. En de volgende dag lees je dan over inderdaad de armoedecijfers. Ja? En wat mij kwaad maakt, is dat men op dit moment een aantal dingen niet meer kan zeggen. Je mag bijvoorbeeld niet meer zeggen in bepaalde kringen dat er misschien wel een verband is tussen een bepaalde vorm van gedrag en die kansarmoede en reële armoede. Begrijp je? Dus dat ze, ja, ze moeten zich maar responsabiliseren. En als ze echt willen, dan kunnen ze wel. Hè. Ze moeten die kansen grijpen. Ik denk dat dat allemaal gemakkelijk is als je zelf in bepaalde geprivilegeerde milieus zit. Ja. Goed. Over naar ronde 4 van ons gesprek met in tussentijd de Fatima's. Voilà, we hebben...